kijkers, goedenavond. Vrijdagavond 4 mei. En net als in heel Nederland is er vanavond in Schiedam dodenherdenking. U krijgt van ons een reportage vanuit de plantage. De presentatie wordt verzorgd door mevrouw Immerzeel. Zij is voorzitter van de Stichting tot Viering en Herdenking van Feest- en Gedenkdagen. Vandaag herdenken wij allen die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties of bij vredesmissies. Daarom staan wij hier bij dit monument ter nagedachtenis aan onze gevallenen. En wij zullen om 8:02 eerbiedig zwijgen om zo onze gedachten te laten dwalen naar diegenen die voor ons het leven lieten. Wij willen ook niet nalaten de oorlogsslachtoffers van deze tijd te herdenken. Want niet overal is de strijd gestreden. Ik heb de doden nooit gezien. De angst, de massagraven. Ik heb de honger niet gekend. De kille, grauwe dagen. Ik heb de cellen niet gezien. Ik heb geen vriend verloren. Ik heb er niets van meegemaakt. Ik ben erna geboren. Maar ik heb de foto's wel gezien. Van stukgeschoten huizen. Het grijze oorlogsmonument. De reekse witte kruisen. Wat hebben wij ervan geleerd? De oorlog blijft ons dreigen. Daarom zal ik op 4 mei toch eerbiedig even zwijgen.
Kijkers, u heeft gekeken naar de dodenherdenking in de Plantage in Schiedam 2001. Dit was Loek TV Schiedam. Tot de volgende keer.